Ik zit op een hele bijzondere stoel. Dit is de stoel van mijn oma. Zij overleed toen ik 9 jaar was. En mijn broer en ik noemden dit altijd oma's verhalenstoel. Zij was echt een meester in het vertellen van verhalen. En als zij iets vertelde, dan luisterde je gewoon. Onderweg daarnaartoe maakten mijn broer en ik al ruzie wie er bij haar op schoot in de verhalenstoel mocht zitten. Als je niet op schoot zat, dan zat je ernaast op het krukje. Mijn oma die kon zo beeldend vertellen dat ze echt alle aandacht naar zich toe trok. Dat je helemaal in het verhaal gezogen werd. En voor mij als kind was het gewoon nog interessanter dan televisie kijken. Ja, dat waren gewoon hele magische momenten. Voor mij is dat toch wel mijn allermooiste jeugdherinnering. Als ze daar dan aan het spelen zijn, gaan wij stiekem weer terug naar huis. Dat is ook niet aardig. Gemeen, hè? Dat gaan wij niet doen, hoor. Dat was gewoon echt, terwijl ze dat vertelde, zat ik gewoon al af te wachten van oh, straks komt het liedje en dan gaat ze zingen. En dat was ja, voor mij gewoon echt gewoon zo leuk. Dat is echt iets waar ik gewoon graag aan terugdenk. En dat, ja, voor mij was het echt heel bijzonder.